Himnematon vumanaim shel vetachim gam yachad. Welkom bij het kanaal van Oel Abraham. In dit vlogje wil ik afscheid nemen van farao Rutte. Zoals we de afgelopen week hebben kunnen zien, heeft de demissionair premier van Nederland, Mark Rutte, wederom gelogen. Ditmaal tijdens formatiebesprekingen. We weten allemaal dat, dat hij veinst, dat hij geen herinnering heeft over het spreken over Pieter Omtzigt tijdens formatiebesprekingen. Maar dat is natuurlijk gewoon niet waar. Hij heeft gewoon gelogen, dat weten we allemaal. En dat is heel, heel treurig. Pesach hebben we nu net afgerond. En we nemen niet alleen tijdens Pesach afscheid van Hametz, maar we nemen ook afscheid van de dingen die niet goed waren in de Egyptische samenleving. En die we achter ons moesten laten en in een nieuwe samenleving niet moesten laten voorkomen. Corruptie, machtsmisbruik, uitbuiting, het niet beschermen van de kwetsbaren in de samenleving, genocide. Nou, dat is een enorm forse lijst. En niet alle samenlevingen hebben al die kenmerken, maar in elke samenleving kunnen we wel wat van die kenmerken tegenkomen. En helaas blijkt dat in ons keurige, brave Nederland er ook kwetsbare onterecht in de problemen zijn gebracht. Denk even de toeslagenaffaire, waar heel veel ouders met kinderen de dupe van zijn geworden. En dat de persoon die voor verantwoordelijk is, nu ook nog eens een keer aan het liegen is om zijn eigen positie als premier, te behouden. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Dat is ook waarvoor we zijn vertrokken uit Egypte. Dat is niet het type samenleving wat de eeuwige voor ogen heeft. Niet in Egypte, niet in Israël en ook niet in Nederland. We weten ook uit de Joodse geschiedenis dat er Joodse koningen zijn geweest die zich ook niet konden onthouden van machtsmisbruik en corruptie. Geen enkel volk is dit soort zaken vreemd. Maar in onze geschiedenis, we hebben historische werken, geschiedenisboeken, maar ook in onze Tenach lezen we over koningen die inderdaad grote fouten maakten op dit vlak. Machtsmisbruik, corruptie, afgoderij, uitbuiting, niet beschermen van de kwetsbaren. En ja, dat hebben we, die kwalijke geschiedenis hebben we genoteerd om er lering van te trekken. En tegelijkertijd leren we ook over een koning die niet perfect was, die ook hele grote fouten maakte, maar die er wel enorme spijt van had, berouw van had, tot inkrom had, zijn fouten opbiechten. Dat was koning David. En vandaar dat hij het op de dag van vandaag nog steeds genoemd en geroemd wordt. En nog steeds gebidden dat het koningshuis vandaag hersteld wordt. Niet omdat hij feilloos was, niet omdat hij perfect was, want dat is geen enkel mens. Maar omdat hij oprecht berouw kon hebben en tonen van de dingen die hij fout deed. En dat is wat we willen zien van een goede leider, zowel in Israël als in Nederland. Dus vandaar ook hierbij een afscheid van farao Rutte. En hopelijk volgt er een nieuw tijdperk in Nederland met een politiek leider die de kwetsbaren in onze samenleving wel beschermt. En het volk niet in de maling neemt met leugens om de eigen machtspositie te behouden. Leiden.